altijd bij mij geven. Ik laat hem verdwijnen voor u. Gratis. We gaan verder. Ramon Andriessen. Heb ik gewerkt bij Via, een Spaans tapasrestaurant.
En dan van de eerste van Fontys tot eigenlijk afgelopen maand werkte ik bij Thees Tilburg, een fine dining restaurant. En eigenlijk altijd was het zo, als er internationale gasten waren, dan zeiden ze: Ramon, ga jij maar. Ja, want ik vind dat leuk, ik hou van talen. En nou, dat deed ik dus ook een keertje bij Vida, bij Eckhart, een man van 50. Sommigen kennen hem wel. Eckhart, dat was een hele lieve man. Hij kwam met zijn vrouw en zat op het terras. En toen ja, heb ik gewoon de hele avond heb ik hem bediend. Het was hartstikke gezellig. En aan het eind van de avond kreeg ik 50 euro fooi. Dus ik dacht, nou, dat is wel netjes, goed gedaan. Maar de volgende dag belde hij naar Vida van, hey, is Ramon aan het werk? Toen zei mijn lieve collega Sarah Ati, die zei ja. Dus daar zat hij voor opening. En toen is hij de hele avond blijven zitten en ik heb hem wederom bediend. Maar hij praat best wel snel Duits en best wel moeilijk. En op een gegeven moment had hij het over varen op zijn boot in Naarden, die hij in Naarden had liggen. En ik, ja, oh, leuk, een boot. En, ja, leuk. Maar dat heb ik dus een beetje verkeerd begrepen. Eindstand van de avond wilde hij niet weggaan. Toen heeft mijn collega, ik ben me gaan verstoppen op zolder. Mijn collega had toen eruit gegooid. En nou ja, toen heeft hij me ook nog op social media elke kerst en elke oud en nieuw heeft hij me een berichtje gestuurd van die kids. Heel bijzonder. En daar ga ik nu dit volgende lied voor zingen. When I said I love you forever, I meant forever. When I said I'd never leave you, I really meant it. My love is true, my love is strong, my love to you I dedicate. Have changed. I know your heart's been rearranged, and you don't love me anymore. So I'm gonna camp outside your door. Cause I'm a stalker, I'm going to follow you. I'm a stalker, I can't believe we're through. All I ask is for one more try. I realize I'm a screwed up guy, but hey, I'm back. Therapy, cause that's what you mean to me. Hey, if you don't wanna meet, I'll watch you from across the street. Ignore me! It's fine, okay? Just call your voicemail 3 times a day. Hello. Is that Svina speaking? Yeah? Also, my name is Eckhart and I wanted to leave a message for Ramon. Yeah. I wanted to tell him that I love him. I love him. I can do this all night. Cause I'm a stalker, I'm waiting at the door. I'm a stalker, boom! I'm in your grocery store. And hey, I'm changing therapists. The scars are fading on my wrists. Yes, I'm a really special guy. And I love you until I die. I got into the ladies' room by wearing a disguise. I stole your garbage, I bring you to your mother. You're gonna have me in your life, one way or another. Cause I'm a stalker, I'm hiding in the trees. I'm a stalker, I've copied all your keys. Restraining orders, Simon Dill, these two things are bound to fill. I will always find a way. Love that is here to stay. The thought of you excites me, it thrills me and delights me. You don't know what you're missing. You bitch, why won't you listen? Oops. Just a bit too strong, but there's an explanation. I've stopped my medication.
control. It's slipping down the hall, and now I'm being led by the voices in my head. Shut up! I'm right behind the door, and on your second floor, I'm hiding in the hall, and in your shower stall. I'm always gonna find you. Ha! I'm right behind you. You're gonna learn. I'm everywhere you turn. Oh my god! I'm kidding. My love, I was only fooling. Excuse me, please. I'm drooling. Please don't slam the door. I won't do this anymore. Our love will throw it all away. I guess I'll sleep in your hallway. Don't you have a soul? Aren't you glad I got burned? Again tomorrow. Boom! Bij beide restaurants waarin ik heb gewerkt, heb ik een beetje het gevoel alsof ik ben opgegroeid en alsof ik een hele levensperiode daar heb meegemaakt en dat ik dat nu dan afsluit, begin en einde. Ik heb heel veel meegemaakt voor mijn gevoel. Ik heb een examen gehaald, ik heb mijn autotheorie en praktijk. Ik ben bij Vida vooral voor het eerst uitgegaan, hartstikke dronken. Ook een keertje op Koningsdag kan eigenlijk echt niet, maar toen vonden we het zo jammer dat wij moesten werken en iedereen was aan het feesten. Dus toen hadden we afgesproken, we doen geen ja, geen nee, geen en als je dat wel zegt, dan moet je een shotje nemen. Nou, ik was natuurlijk het allerlamst tot het eind van de avond. Maar wat ik ook de afgelopen periode heb meegemaakt is het verliezen van naasten. En dat is ook in deze periode gebeurd, waaronder bijvoorbeeld mijn oma. Er is ook mijn andere oma die nog wel leeft en die is dan dement. En wat ik zo bijzonder vind om te zien is dat mijn ouders nu eigenlijk een soort van verzorgende functie hebben en dat mijn opa en oma de kinderen weer worden. En daarmee is de cirkel volledig omgedraaid. En daar ga ik nu over zingen. Haar vragen.
meneer Hoedje. En dat ga ik uitleggen. Meneer Hoedje die kwam bij Vida. En die had dan 4 verschillende hoedjes mee. En die ging aan een tafel zitten met 4 plekken. En dan ging hij elke keer naar de wc en dan wisselde hij van hoedje. En dan ging hij aan een andere plek zitten met ander eten en een ander drankje. Dat vond ik heel bijzonder. maar wel heel aandoenlijk. En ik ga het nooit zo goed kunnen als hij. Maar ik ga dus nu meneer Hoedje nadoen. Ich bin so aufgedreht, wenn sie auf einmal vor mir steht. Zum ersten Mal, heute Nacht um 8. Erst geh ich mit ihr essen in ein reizendes Lokal. Doch wer kann essen, heute Nacht um 8. Es ist erst früh am Morgen, noch der Abend macht mir Sorgen. Die Zeit bis dahin ist für mich ein Graus. Wie halt ich den ganzen Tag bloß aus? Seit Wochen stand ich schlecht, dass ich schon hinter mich gebracht. Heute Nacht um 8. Erst geh ich mit der Essen, noch verknessen, noch im Rennen wie der Nacht. Heute Nacht um 8. 3 Minuten, 2 Sekunden und 10 Stunden noch. Komm heute noch drauf, hängt etwas an, hängt etwas auf, ergibt es sich. Was weiß denn ich, verlob ich mich heute Nacht um 8. Ich treffe die reizendste Person bei unserem ersten Rendezvous. Mehr und mehr geht mir die Kehle zu. Ich höre in meine Fantasie, wie wir uns unterhalten im Lokal. Heute Nacht um 8. Ich sitze da und rede dummes Zeug und schneide Grimassen wie ein Lach. Heute Nacht um 8. 2 Minuten, 3 Sekunden und 10 Stunden noch. Kommen heute noch drauf, bringt etwas an, hört etwas auf, ergibt es sich. Das heißt, denn ich verlob ich mich heute Nacht um 8. Schande, ik leef met de schuld aan een dief. Schande, ik verzoek.
zaak aan het einde mijn plicht. Ik ben de wet en de wet vindt geen spot. Het vuur zijn erbarmen durf in het gezicht. Van de kloof tussen ons rijdt ver. Wie kiest toch voor Valjean of Javert? Hoe kan ik toestaan dat die man voortaan mijn heer en meester is? Voor het vluchtige die ik vervolgd heb, schenkt me nu licht, schenkt me nu leven. Was ik gevallen door zijn hand? Het was terecht, mijn recht te sterven, zo is het spel. En zie, ik leef maar in een hel. Zonder vergeven wordt hem gratie verleend. En vreet de twijfel nu aan mij, hij die nooit twijfel heeft gekend. Mijn rotsvast hart begint te trillen, mijn zekerheden overschaduwd. Is het de hemel of de hel? Sterren lijken zwart en koud, als ik in de afgrond staar van een wereld die niet houdt. Ik ontvlucht die wereld nu, ja, de wereld van Valjean. Dit zal zijn mijn laatste daad, dit zal zijn.